bij deze nieuwe vlog. Het is even wennen, kan ik je vertellen. Ik heb vanochtend even wat dingetjes van mijn ochtendroutine voor jullie opgenomen. Die hebben jullie gezien. Ja, dat is wel even... Er zijn... Ja, je snapt het al. Het is al zo lang geleden. Er zijn echt heel veel dingen anders. Laten we even beginnen met de hoek waarin we nu... Hoe heet dat? De hoek waarin ik film. Jullie zijn natuurlijk daar dat gewend als achtergrond. En dat komt omdat ik voorheen daar aan de eettafel zat. Maar kijk. Ik heb een bureautje. En een soort setup. Nou ja, dit tweede scherm is van mijn werk. Wij konden toen een extra scherm aanvragen voor thuiswerken. Wat echt super fijn is. Dus... ja, daar ben ik echt heel blij mee. Het is een klein bureautje, want meer kon ik hier gewoon niet kwijt. Maar het is wel lekker om echt even een werkplek te hebben thuis. Ik bedoel, aan de eettafel, ik kon er gewoon echt niet aan wennen. En dit voelt echt wel een beetje als werkplek. Verder zagen jullie nog TikTok. Nou, TikTok is echt mijn allerrecentste verslaving, kunnen we wel zeggen. Ik heb al heel veel daarover gehoord natuurlijk. Ik ken heel veel mensen die er al heel veel mee doen. En ik had de app ook al echt een tig keer erop gezet en er weer afgehaald. En nou ja, tot ik hem van de week weer erop zette en ja, toch een beetje door ging zetten, zeg maar, met scrollen en zo. En ik vind het fantastisch. Ik kijk, ja, een aantal van die dansfilmpjes vind ik heel erg leuk. Wil ik stiekem eigenlijk ook een keer zelf gaan proberen om te maken. Lijkt me super leuk. Ja, en meer van dat soort dingen. Ik hou er wel van. Daarnaast zagen jullie mijn goeiemorgenbericht in Discord. Dat is sinds ik daar de mensen heb leren kennen ook vaste prik. We wensen elkaar iedere dag een goeiemorgen. Ja, is gewoon een beetje onderdeel van de ochtendroutine geworden. En mijn nieuwe jurkje aan. Ook helemaal blij mee. Bij Shein gekocht. Zit heerlijk. Lekker luchtig. Doe ik precies op een dag aan dat het nou weer niet heel... Ja, je ziet er misschien... Nou, je ziet je. Het is niet heel mooi weer. Maar goed, ik vind het leuk. Dus ik trek het gewoon aan. En in huis is het nog warm genoeg. Ik maakte een dagvlogje van vandaag. Gewoon om er weer even in te komen. Het is nu zaterdag. Zaterdag 19 juni. Jullie hebben afgelopen woensdag mijn video kunnen zien. Waarin ik aankondig dat ik weer terugkom. Dat heb ik ook echt afgelopen woensdag opgenomen. En online geknald. Dit wordt weer een vlog. Een dagvlog. Wat ga ik vandaag doen? Ik ga straks even naar de HEMA om... iets te kopen voor Vaderdag. Omdat deze morgen hoop ik deze vlog online te zetten. Dus ga ik nog even niet zeggen wat. Want ik weet dan niet of ik het al gegeven heb. dan heb ik vanmiddag is Dagmar jarig. Tenminste, ze is al jarig geweest. Maar Dagmar is een Twitch streamer die ik heb leren kennen. En zij heeft vandaag haar verjaardagstream. Dus daar ga ik natuurlijk even naar kijken. Vind ik super leuk. Ik ga ook nog meedoen in haar stream met een potje Among Us. Ook heel erg leuk. Ook heel veel zin in. Ik zal haar Twitch account, zeg maar, hieronder even linken. Ga lekker even een kijkje bij haar nemen. Als je van Sims houdt. Maar ook Animal Crossing doet ze. GeoGuessr doet ze. Ze speelt echt van alles en nog wat. Heel leuk om naar te kijken. En Roy is bijna jarig. Dus ook daar ga ik naartoe. Vanmiddag om een uur of vier. Gaan we daar lekker eten en zijn verjaardag vieren. Wat betekent, zoals jullie weten, dat Roy en Laura binnenkort ook alweer, en dat is overmorgen al, 2 jaar getrouwd zijn. Kunnen jullie het nog herinneren, jongens? De bruiloft en alle voorbereidingen en weet ik het allemaal. Het is alweer bijna 2 jaar geleden. Niet te geloven. Maar goed, ik ga nog even de laatste dingetjes doen en dan op naar de HEMA. Zo, lieve mensen. Jullie staan even op de theedoos terwijl ik een broodje ga maken.
Ik ben bij de HEMA geweest, maar ja, dan even wat uit de koelkast pakken hoor. Dan vergeet ik natuurlijk weer dat ik een vlogcamera überhaupt heb. En die is niet meegegaan naar de HEMA. Maar goed, dat kwam eigenlijk ook wel goed uit, want ik kon toen niet laten zien wat ik gekocht heb, zoals ik al zei. Dus, HEMA geweest. En dan heb ik dit schattige jurkje aan, vind ik zelf. Omdat het de afgelopen dagen zulk lekker weer was. Beetje heet wel, in de nachten vooral. Maar voor de rest, ik hou ervan. Is het nu gewoon weer pokkenkoud? Waarom? Maar goed, ik ga even een broodje met smeerworst maken. En dan ga ik lekker bij Dagmar in de chat hangen. Want die is een verjaardagstream aan het doen, zoals ik al zei. En als je nou denkt, het linkje hieronder, Dagmar, er staat Me Pucky Games. Ja, dat is haar Twitch naam. Dus daar, onder die naam streamt ze. Nou, ik ga even verder met maken en dan zie ik jullie straks weer. Ik heb deze unit maar weer eens uit de kast gepakt. Want dan kan ik jullie meenemen naar Laura en Roy. En hopelijk daar ook een beetje filmen. Wat ik zeg, het is nog de eerste keer. Dus het is nog een beetje spannend allemaal. En ik weet ook niet of iedereen nog steeds allemaal op beeld wil. Maar dat gaan jullie gauw genoeg merken. Laura vindt het denk ik wel heel erg leuk. Dus dat zal sowieso wel even goed komen. Dus, maar ja, jullie pasten niet in mijn handtas die ik normaal gebruik. Dus deze maar weer eens tevoorschijn gehaald. Kunnen jullie toch gezellig mee? Ik ben er. Zo, en kijk eens. Ik zal jullie even laten zien. Ze zijn er allemaal nog hoor. Echt waar. Kijk. Dat zo bruin als het maar zijn kan. Lange ik geleden. Vind het niet normaal. Marijke doet het ook nog. Hoi. Daar Laura. Joehoe. De jarige Job gaat op vliegenjacht. Dag jarige Job. Er zit maar één vlieg. En Nap, last but not least. Is mama. Mama is er ook. Allemaal. Hi. Heel fijn. Robert en Wies. Ja, leuk hè? Vind je het niet leuk? Ik vind het geweldig dat je weer zo ver bent dat je het kan doen. Ik hoop dat je heel veel leuke filmpjes mag maken. Ga ik zeker doen. Ga helemaal lekker genieten. Robert, Wies en de kinderen die zijn al geweest. Dus die gaan jullie een volgende keer weer zien. En die komen morgen, hè? Oh ja, papa maar dag, ja, dat klopt. Ja. Maar dit is een dagvlog, dus dat is een beetje jammer. Deze stopt vanavond. Maar misschien plak ik er morgen nog wel een klein stukje aan vast voor papa dag. Maar deze dat zou je kunnen. Foto van voor je doen we even. Oh wacht, ja, dat kan ik wel laten zien. Die hebben ze bij mij ook al wel zien hangen. Maar kijk, zij hebben hem dan weer in het. Even inzoomen. Zij hebben hem dan weer in het heel groot. Bijna twee jaar geleden. Ja, je hebt enorm tegenlicht. Dan 10 minuten stil te houden. Oh, is dat zo? Is het je zo slecht bevallen de afgelopen twee jaar? Nee. Hoe oud ben je geworden, Roy? Of word je? 42. Dat is niet waar, want je bent niet ouder dan ik. En ik ben pas 39. Al 3 jaar. Inmiddels de volgende dag. Goedemorgen, of denk ik inmiddels al middag. Gisteren niet meer afgesloten toen ik thuis kwam, dus dat doe ik nu even. Het was nog heel gezellig bij Laura en Roy. Ze hadden heerlijk eten, zoals jullie hebben kunnen zien. En we hebben gewoon gezellig zitten kletsen. En was superleuk. Dus vandaag is het vaderdag. Ik heb toch besloten om het voor nu even bij een dagvlog te houden. Gewoon rustig aan weer opstarten en de wat langere vlogs gaan vanzelf wel weer komen. Ik wil je voor nu in ieder geval bedanken voor het kijken. Ik hoop dat je hem leuk vond. Als dat zo is, doe een duim omhoog. Abonneer als je dat nog niet gedaan hebt en je dat wil natuurlijk.
En dan zeg ik tot de volgende vlog. Doei doei!